Mohamed Barkatullah Mohab Ali van de VHP en Prem Sarju van de NPS zijn vandaag niet toegelaten tot de Nationale Assemblée. De coalitie heeft, zoals eerder aangekondigd door fractieleider Amsat Abdo, geen quorum verleend. Er waren samen met assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons 12 leden van de oppositie aanwezig op de bijeenkomst. Na het lezen van de namen van de aanwezigen is de korte bijeenkomst afgesloten. Eerder in de ochtend hield de VHP een persconferentie waarin voorzitter Chandrika Prasad Santokhi inging op deze kwestie. Maar alsof dat nog niet genoeg is, dan volgen wij de actualiteit in het nieuws. En dan zegt de NDP-coalitie, nee, we gaan geen quorum verlenen om die twee leden toe te laten. Begrijpt u een houding dat twee parlementariërs die daar het werk moeten komen verrichten, al is het maar voor een maand, en dat juist je verwacht van de overige parlementariërs dat ze hun collega's verwelkomen. Dus ze verwelkomen wel verraders. Ze verwelkomen wel verraders. Komen jullie maar bij ons. Bedrag mag niks uit. Zeg maar wat voor bedrag je nodig hebt. Je bent wel welkom. Maar kandidaten, parlementariërs die conform wet en recht en conform vonnis daar verwelkom moeten worden. Daartegen zeggen ze nee. Daaraan gaan we niet meewerken. Volk van Suriname, het is goed dat u dit meemaakt, want over enkele dagen bent u weer aan zet om besluiten te nemen. Santokhi haalde ook aan dat het parlement op verschillende manieren heeft getracht de twee nieuwe leden te boycotten. Een instrument waarmee de coalitie reeds eerder heeft gewerkt om zulks te doen is de aanpassing van de terugroepwet. Maar telkens bij de uitvoering van het vonnis zijn er belemmeringen opgeworpen. Of het niet vanuit de Nationale Assemblée was, of vanuit het Centraal Hoofdstembureau, of vanuit de twee leden zelf. En daarom zijn er zoveel vonnissen geweest, om constant de druk op te voeren met de juiste juridische instrumenten. En uiteindelijk zijn we beland bij het Hof van Justitie. En het Hof heeft pas enkele weken geleden dan de finale uitspraak gedaan. Dat die twee ten onrechte daar zitten als parlementariërs. Kortom, ze zijn illegaal daar. En als ze nog een keertje daar gaan zitten na het vonnis, krijgen ze een dwangsom. Een behoorlijk bedrag per dag. En daarom zijn ze weggebleven. Vanwege die dwangsom waarmee ze bedreigd werden om daar niet te komen. Chandrika Prasad Santokhi, voorzitter van de VHP, vandaag tijdens de persconferentie over onder andere de twee leden die vandaag toegelaten moesten worden in DNA. De coalitie heeft er een stokje voor gestoken door geen quorum te verlenen.